Als kinderen thuis inloggen in Mo Startportaal, hebben ze toegang tot de online leer- en werkomgeving van school. Ze kunnen dan gebruik maken van de digitale programma's die ze ook op school gebruiken. Ze hebben ook toegang tot de mappen en documenten waar ze op school mee werken. Voordat de leerlingen thuis met Mo Startportaal aan de slag kunnen, moeten ze inloggen. Ik doe het voor. Ik heb de website van Mo al geopend via www.mo.nl. Er zijn twee manieren om in te loggen in Mo Startportaal. De leerling heeft een tekstwachtwoord of een plaatjeswachtwoord. Ik laat je allebei de manieren zien. Ik kies eerst een leerling met een tekstwachtwoord. Ik vul de gebruikersnaam in. Daarna klik ik op het venster bij Wachtwoord. Het wachtwoord is hetzelfde als op school gebruikt wordt. Als er een melding verschijnt dat het gebruikersaccount of het wachtwoord onjuist is, moet het opnieuw worden ingevuld. Er is dan een typfout gemaakt. Controleer beide gegevens goed. Ik vul het wachtwoord in. Als de gegevens kloppen, wordt de startpagina geopend. De leerling kan aan het werk. Het kan ook zijn dat de leerling een plaatjeswachtwoord heeft. De leerkracht kan het plaatjeswachtwoord instellen om het inloggen makkelijker te maken. Ik meld daarvoor af als leerling Alja en kom weer in het inlogscherm. Ik kies een leerling met een plaatjeswachtwoord. Ik vul de gebruikersnaam in. Dan klik ik op het venster bij wachtwoord. Er verschijnt een raster met plaatjes. Je ziet dat onder de plaatjes drie stippen staan. Die geven aan hoeveel plaatjes zijn gekozen. Ik kan met het pijltje teruggaan om andere plaatjes te kiezen. Ik laat even zien wat er gebeurt als ik verkeerde plaatjes kies. Ik klik op leeuw, olifant, ijsbeer. De melding, sorry dat klopt niet, probeer het nog eens, verschijnt. Ik klik nu de juiste plaatjes in de goede volgorde aan. Als de juiste plaatjes zijn gekozen, wordt de startpagina geopend en kan de leerling aan het werk.